Ik heb wel een andere warmtebron. Kruik. Dat blijkt dus al vanaf april dit jaar te zijn. Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Branda. Vandaag is het maandag. Weer een nieuwe week. En jullie weten dat vorige week dat we erachter zijn gekomen dat de vloervang bij niemand het doet. Dus bij mij dus ook dus niet. Dat blijkt dus al vanaf april dit jaar te zijn. Behoorlijk slecht. Maar goed, toen die tijd hebben we toen echt niet nodig gehad. Want dan was het altijd zo warm in de zomer en zo. Dus merkte er eigenlijk niks van. Nu merken we er wel wat van. Ik zet jullie even neer. Dat mijn camera bijna niet meer goed in mijn handen. Liep bijna uit mijn handen vallen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik had het over de vloerverwarming. Er is een melding van gemaakt. Net heeft een begeleider een melding of gebeld met de woningstichting. Het wordt opgepakt. Hopelijk wordt er deze week er nog wat aan gedaan. Ik heb wel een andere warmtebron. Kruik. Die had ik in eerste instantie niet. En toen had ik bij de Action het op de app gezien. Want toen was ik op een werk, heb ik het opgezocht. En toen zag ik dat in één keer. Denk ik, hé, die ga ik straks halen als ik klaar ben met werken. Dus ik heb die opgehaald. Ja, daar gekocht bedoel ik. Niet opgehaald, gekocht. En die heb ik nu. En dat scheelt wel. Want daardoor heb ik het wel iets minder koud. Dat is echt wel heel erg fijn. Dus, dus deze week zie ik wel wat de week weer gaat brengen. Ik bekijk het wel eventjes. Want ik zou het anders echt niet weten. Maar goed, ik ga in ieder geval even bijtanken zo, want dat had ik even nodig. Dat zag je net, hè? Ik zat net te gapen. En dan gaan we vanavond, ja, wel lekker koken. En volgens mij vanavond contact met de plaats van woensdags. Ik heb het nu sinds gisteren laten plaatsen naar de maandagen. Zodat ik de rest van de week gewoon misschien bijvoorbeeld in naar bed kan. Of gewoon mijn ding gewoon kan doen. Ja. Dit is vandaag donderdag. Ik heb echt gewoon geen zin om eigenlijk op bed te komen net. Want dat was gewoon echt een ding. Dat komt eigenlijk gewoon doordat het nieuwe bed zo lekker ligt. Daar komt het gewoon door. Dus daar heb ik er gewoon geen zin in. Maar we moeten er zo toch wel uit. Want dat moet gewoon. Want heel simpel. Ik moet gewoon werken vandaag. Ik ben echt dood op. Serieus niet. En nu. Ugh. Ik ben echt blij als ik morgen weekend heb. Maar gelukkig hoef ik vandaag op het werk niet zoveel te doen. Dat had ik gisteren gezien. Dat scheelt ook weer. Vandaag heb ik niet zoveel werk te doen. Dus dat is ook echt weer een heleboel. Dus het voordeel komt nou weer goed uit nu ik niet zo fit ben, zo moe ben. Met één arm en hand. Een pak yoghurt hebben krijgen is niet gemakkelijk. Ja, ik ga vandaag even lekker rustig aan doen nadat ik heb gewerkt. Moet ik wel ook even vanmiddag boodschapjes doen. Want dat is ook weer wat me gebeuren vandaag. Ik ben een pak yoghurt in mijn handen vallen. Dus vandaag moet ik ook weer gewoon boodschappen halen. Vanmiddag dan. Het avondeten halen, dat kan ik niet op het werk kopen, want dan krijg ik niet anders mee op de scooter. Dus ik moet het wel hier halen. Dus hier in de weer. Dus ja, maar goed, ik ga verder even mijn ontbijt klaarmaken. Dan ga ik zo meteen dan ook me klaarmaken voor vandaag. Kort voor 5 ging naar wekker. Eigenlijk was het vandaag eerst onze intentie om een ochtendroutine op te nemen. Maar toen dacht ik, nee, geen zin. Dus ik doe dat denk ik morgen en dan ga ik vanavond gewoon iets eerder slapen. En dan kan ik dat vanavond morgenochtend gewoon wel opnemen. Toen werd ik iets eerder om de camera aan te zetten. Dan ga ik weer even slapen tot het mijn eigen echte wekker gaat. Ga ik dan ook echt even lekker morgen even doen. Vandaag ook trouwens het editen aan een weekje of een nieuwe weekvlog editen. Dus voor zondag dan. Een zaterdag de hoofddoel opnemen.
met. Die gaat mij dus erbij helpen, heb ik gevraagd. Dus ja, en dan vond hij wel goed. Dus blijkbaar vindt hij het dus denk ik ook dus leuk. Ik ga even ontbijten en dan zie ik jullie vanmiddag wel, want ik ga wel weer een boodschappenvlog natuurlijk in deze week vlog doen. Het is al iets laat, ik heb vandaag een boodschap gedaan, echt een heleboel boodschappen gehaald. Echt niet normaal, ik ga het gewoon ondertussen, terwijl ik het aan in de koelkast aan het leggen ben, zo tegelijk even met jullie doen. Dat is even een soort boodschappenshoplog, maar wat anders. Ik heb ook even een gesprek of iets gedaan met de begeleiding beneden. Het zit er maar zo. Ik heb volgende week een jaarlijkse planbespreking. En dat houdt in dat ik dus volgende week dus een planbespreking heb. En dat ik vandaag met de begeleiding even, of met mijn persoonlijke begeleider even gezeten heb beneden met hun. Want ik werd gebeld vanmiddag, even om ik naar beneden wil komen. Ik leg alles wel weg, terwijl ik het niet aan jullie heb laten zien. Maar ja, ik heb dus één keer zalmfilet op huid. Of ja, twee keer eigenlijk. Dit doe ik dan met bladerdeeg en dan roomkaas en dan in de oven. Heel lekker. Ik heb dan een zakje geraspte kaas. Dat is voor de oven met je ovenschotel. En ik heb één keer kipfilet. Dat ga ik voor de wraps. Ik heb dipmix voor over de wraps heen. Mosterd. Heb ik ook met de reep gehaald. Eén keer runnen gehakt. Twee keer van die aardappelen. Kijk, dat is nog een keer. En één keer rode paprika in zo'n pershoutzakje, heel makkelijk. Zo. Kijk, dat is nog lang niet opgelaten, mooi. Kijk, en dan één keer rookworst, daar doe ik de mosterd op en dan ook in bladerdeeg. En dan heb je een soort broodje Unox idee. En dat dan ook heel lekker. Eentje deze, dat is dus voor, daar gaat de kip dus op met gekruid met deze mix. Allebei ook de bonus, dus dat is wel heel erg makkelijk. Die heb ik ook gehaald. En dan twee keer haring, die ga ik gewoon zo nog even lunchen, want ik heb nog geen lunch op vanmiddag. Dus. En dan één keer een pak Vla Philip. Ik heb nog eentje liggen, maar ik denk daar haal ik deze weer erbij. En dat is dan ook weer lekker. Ja, dus eigenlijk was dat hetgeen wat in de koelkast moest. Dus ik doe de koelkast even dicht, want dat is wel belangrijk. En dan ga ik dus even verder laten zien wat ik heb. Uien. En dan gesneden tomatenblokjes. En dan nacho overschotel weer het gerecht. En dan een zak nootjes. Ja, en dan ik heb ook nog een zak appelen. Ik zeg weer aardappelen. Dat zijn in de boodschapshop nog die ik apart heb genomen. Ook. Ik weet het echt niet. En dan kan heel veel over eroverheen worden. Over de appelen. En dan met appels. En dan met wat suiker. Beetje dat appeltaart idee. En dat is best lekker. Dus dat. En ik heb ook 4 flessen cola gehaald. En weet nog wat. Heb ik ook nog 2 chocoladereepen van Milka. En dan heb ik Duim en Lu. Dus dat is lekker. Dus ja, ik ga in ieder geval zo even lunchen. En dan zometeen even aan een andere weekvlog beginnen met editen. Dus voor de rest eigenlijk, ja. Een rustige donderdag. Maar ik had jullie ook nog wel verteld over het feit dat, dat ik met mijn begeleider een gesprek heb gehad beneden even. Ik moest een vragenlijst invullen. Dat heb ik gedaan. Een beetje persoonlijke dingen, zeg maar ook. Dus die heb ik ook even ingevuld. Voor volgende week voor de planbespreking.
komen ook wat dingen aan. In aanbod waarschijnlijk. Dus ja, te sprake dus eigenlijk waarschijnlijk. Het is vandaag zaterdag, tenminste het is nog steeds zaterdag, want het is al 11 uur geweest. Of iets minder dan een uur, dat is dan weer zondag. Ik heb de hele dag de camera zelf voor de weegvlag er niet bij gepakt, wel voor de hoofddoor. Want namelijk, heeft mij geholpen met het filmen van mijn hoofddoor. Ik heb maandag een berichtje, een appje gestuurd van goh, of die mij ervoor bij helpen. Bij mij op heeft hij gedaan vandaag, dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus nog steeds, dankjewel. Ik zeg het je ook, de housetour is echt best wel leuk geworden. Echt ook best wel goed gefilmd. Ook door hem, maar ook ik heb het zelf ook gewoon goed geëdit en alles. Dus ik ben daar ook blij mee. Het is vandaag zondag en ik heb net even een gesprek gehad met de begeleiding. Ik zat even niet lekker in mijn vel. Er was ook even wat voorgevallen. Zodat ik ook eventjes... besproken even met de begeleiding. En nu ben ik ook weer wat een stuk rustiger. Ik heb vandaag even de was die ik gisteren had gewassen opgeruimd. Die hing achter mij. Een nieuw wasje heb ik in zitten, maar dat zit mijn werkkleren ook even in. Dat is morgen wel droog. Morgen als ik op moet staan voor mijn werk is het al wel droog. Dan denk ik even dat de vloerverwarming het nu doet en het dus stukken sneller droog. Dus dat scheelt ook weer. Het is echt vies regenachtig weer. Echt bah. Gewoon om depressief ervan te worden. Niet dat ik daardoor slecht in mijn vel zit hoor. Dat niet. Even de afwas ook gedaan. De vloer geveegd. En vanavond, ja, gewoon nog even rustig aan. Want morgen moet ik weer vroeg uit bed. Ik ga zo nog, denk ik, heel misschien even op de Xbox, denk ik. Denk ik hoor. Ik weet het niet zeker. En anders kijk ik gewoon nog op de tv. Morgen even editen aan de vlog van Stefan, mijn goede vriend. Ik had ook weer wat doorgestuurd. Gisteren kerstfilm gekeken, ook gisteravond op de bank. Op Netflix. The Christmas Chronicles. Dat was deel 1 ook volgens mij, maar ik weet niet welk deel dat was. Deel 2 of zo, ik heb geen flauw idee. Ik had in ieder geval de film Christmas Chronicles gekeken. Dus die heb ik ook met een bak popcorn natuurlijk door bij de film. Ik had gisteren van die Magnetron popcorn gekocht. In die zakjes. En die heb ik in de oven gedaan. Of in de Magnetron gedaan. Ik heb een combi Magnetron. En deze heeft een stand speciaal voor popcorn. Dus die heb ik dus gebruikt daarvoor. Dus uitgetest en het werkt goed. Dus dat ook, heb ik ook weer gedaan. Voor de rest eigenlijk gewoon niet heel veel bijzonders. Vandaag zou ik eigenlijk bij Davy, die gisteren al geholpen heeft met het filmen van de house tour, zou ik eigenlijk even langs gaan. Maar terwijl ik langs gaan, toen was hij van plan om te gaan sporten met een begeleider, volgens mij, zoiets. En dus dan ga ik morgen even bij hem langs. Hartstikke gezellig. Natuurlijk, ik ga het niet bij hem vloggen, want ik weet niet of hij het wil, dus vandaar. Als ik naar hem toe ga, denk ik niet dat hij dat fijn vindt. Ja, voor de rest eigenlijk gewoon lekker rustig aan doen. Even bank hangen, straks even een nieuwe was ophangen. En vanavond weer koken. Ik kijk wel wat ik ga eten. Want ik weet het niet helemaal zeker nog wat ik wil. Ik heb wel wat dingen in huis liggen hoor, hier. Dus dat is niet zo'n probleem. En toch... wil ik toch eventjes kijken wat ik ga eten.
Maar goed, dat zullen we wel zien. Dus iets later. Ik ga me zo klaarmaken om naar bed te gaan. Want ik ben best wel moe. Nadat ik dus vanmiddag niet echt helemaal lekker in mijn vel zat. Het is gewoon zo wel. Ik had weer een beetje oneenigheid bij mijn ouders. Dat zou ik gewoon eerlijk zeggen. De reden doet er niet verder toe. Maar gewoon, ik had een beetje oneenigheid met mijn ouders. Weer een beetje ruzie. Hebben we wel eens vaker. Het gaat, klikt niet altijd. Dat is het. En iedereen heeft dat wel. Ongeacht je een beperking hebt of niet. En je hebt nog ouders. Heb je wel eens vaker conflicten met je ouders. Dus dat is wel een beetje jammer. Ook al ben je volwassen heb je dat nog steeds. Ik was behoorlijk kwaad erover. Want ja, er was gewoon iets gezegd. Dus wat ik niet zo prettig vond. Maar oké. Okay. Daar reageerde ik een beetje fucked up. Kijk, ik reageer vaak sneller opgefokt. En dat heeft eigenlijk te maken met dat ik ook nog, naast mijn autisme, eigenlijk ook nog gedragsproblemen heb. Namelijk woedeuitbarstingen. Ik heb dat wel onder controle. Dus het is niet zo erg als vroeger. Maar ik word wel kwaad. Dat wel. Wel boos. Maar niet dat ik echt helemaal door dit zou gaan. Zo wordt het verhogen. Die kans is best wel klein nu. Vroeger was die kans best groot. Maar nu is die kans echt heel klein. Omdat ik natuurlijk het voorkom. Als ik niet zou gepraat zijn. Gepraat vanmiddag. Was die kans wel aanwezig. En dan was ik wel door het lint gegaan. Zomaar uit het niets. Maar gelukkig heb ik dus gepraat. En is het opgelost. Ik heb ook even met mijn ouders weer gepraat. En het is ook weer opgelost. Het is, zij zijn tenminste ook weer een beetje rustig. Vanavond heb ik dus straks net even de afwas gedaan. Ik had echt geen zin. Ik heb ook even. En daarna ook even op de Xbox gezeten. Toen ik een gesprek had met de begeleider heb gehad. Dus ja, voor de rest eigenlijk vandaag. Vanmiddag niet meer verder veel gedaan. Lekker lang uit op de bank op de Xbox gezeten. En lekker rustig aan gedaan. En ja, straks gegeten. En ga ik zo douchen en naar bed. Want ik ben echt doodmoe. Of moe aan het worden. Doodmoe aan het worden ook. Dus eigenlijk wil ik ook deze week vlog afsluiten. Ik hoop dat je deze week vlog leuk vond. Zo ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Laat uiteraard een leuke reactie achter. En ben je nieuw en je hebt dan naar deze week vlog gekeken. Druk zeker dan even op de abonneerknop hier beneden. Dat is geheel gratis. Ik zou het ook heel leuk vinden als je op mijn kanaal abonneert. En klik dan gelijk ook even op het belletje. Klik op alle meldingen. En dan krijg je ook echt alle meldingen van mijn video's op mijn YouTube kanaal. Zelfs als ik jouw reactie, like, vastzet of hartje geef. Of reageer, krijg je een melding. En ja, zie ik je de volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.